Het aantal te verlenen casinovergunningen wordt beperkt tot 20. Boven dit aantal kunnen er nog 2 vergunningen worden verstrekt. En wel alleen aan gerenomineerde 5-sterren hotelketens. Dit haalde minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie vandaag aan tijdens de behandeling van wetten over het casinowezen en kansspelen. NDP-parlementariër Rabinder Parmisser vroeg of er een evaluatie is gedaan naar het aantal toegestane casino's, terwijl zijn collega Ibi Jones vroeg of dit aantal geen beperkingen legt voor investeerders. Waarom moet er 20 zijn? We hebben vergunning al enkele jaren. En tegen de achtergrond, wat we beoogd hadden, hebben we dat niet gehad. Moet het 20 of het minder zijn? Maar laten we meteen kijken naar, de minister haalde, als we kijken naar artikel 2, lid 3 en 4, wanneer het gaat om extra vergunningen, los van die 20, heeft de president de ruimte om nog 2 extra vergunningen te geven aan grote hotelketens die naar Suriname willen komen. Betekende dat wij grote investeerders die naar Suriname willen komen om een 5-sterren hotel neer te zetten, dat we het beperken tot 2. Als we kijken hoeveel grote internationale hotelketens er zijn, is veel meer dan 2. Hiermee zeg je eigenlijk dat je het beperkt tot 2. Gaan we het alleen houden op Sheraton en noem maar. Maar hoe zit het met de anderen? Dus laten we toch wel serieus daarna kijken, voorzitter. Minister Amoksi haalde aan dat er 31 casinovergunningen waren uitgegeven. In de periode 2021-2022 heeft de regering 4 vergunningen ingetrokken. De bewindsman wijst erop dat er nog enkele intrekkingsvoorstellen in behandeling zijn. Er zijn thans 18 casino's operationeel. Met betrekking tot de indeling op geografische ligging wordt verwezen naar artikel 3 van het ontwerp van de ontwerpwet. Eveneens kan worden opgemerkt dat er eerst onderzoek gepleegd zal worden naar de behoefte van het aantal casino's per district of regio. Vandaag zijn er 4 wetten behandeld in de Nationale Assemblee. Te weten, wet ter voorkoming en bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering, wetboek van strafrecht, wetboek van strafvordering en wet casinobelasting 2002, wet toezicht en controle kansspelen en de loterijwet. De behandeling van deze wetten zal op een nader te bepalen dag verder worden voortgezet. Bij de samenstelling van het journaal waren de wet op domeingrond en de zegelwet in behandeling.